Hoi, ik ben Tessa van der Malen. Ik doe hier de opleiding zelfstandig werk gastvrouw hier op het Da Vinci College niveau 3. En vandaag ga ik jullie uitleggen hoe jullie een super lekkere mocktail gaan maken. Ik heb een Grenadine Sunrise uitgekozen omdat het een super leuke uitstraling heeft. En hij is ook echt mega lekker. Wat ik hier voor me heb liggen is Grenadine wat erin gaat. Er gaat limoensap gaat erin en er gaat eugidrans in. En voor de garnering hebben we een paar leuke kerstjes erin zitten. Oké, okay, we gaan nu beginnen met de sunrise. Het eerste wat je doet is 1/4 van een eetlepel limoen. Die schenken we erin. En 1/4 van de eugidrans, die schenken we er ook bij. Wat je dan gaat doen is je goed roeren. Het moet goed gemengd zijn, anders gaat de grenadine gaat er dan vaak niet omheen. Oké. Okay. Dan gaan de grenadine erbij. Het is gewoon 1 eetlepel. Oké. Okay. Wat je dan doet, je pakt de eetlepel erbij. Als je het hebt, deze erbij en anders doe je een andere eetlepel erbij. Je tikt hem tegen het glas aan en dan zo laag mogelijk en dan gewoon langzaam schenken totdat je beneden een rood streepje of een laagje van de grenadine moet komen. Zo. En zoals je ziet een klein laagje van de grenadine, dus dat betekent dat het goed gelukt is. En dan gaan we hem eindigen met een paar leuke kerstjes erbij. Zo. En een leuk liedje. En dan is hij helemaal klaar.